Oké, okay, deze video gaat over een geluid als onderdeel van trillingen en golven van natuurkunde voor de HAVO-bovenbouw. En we doen een aantal opgaven. 16 vleermuizen en dolfijnen maken geluid van echolocatie. Ze zenden een geluid uit en vangen het weerkaatsgeluid weer op. Hoe kleiner de tijd tussen het uitzenden en het ontvangen van het geluid, des te kleiner is de afstand tot het voorwerp. Een beperking van echolocatie is dat voorwerpen die kleiner zijn dan de golflengte van het geluid geen mooie echo geven en dus niet goed waarneembaar zijn. Vleermuizen gebruiken bij echolocatie geluid met een frequentie tussen 25 en 120 kHz. Neem aan dat de temperatuur van de lucht 20 graden Celsius is. Bereken dan de kleinste golflengte die de muizen gebruiken. Nou, dat doe je met de formule golfsnelheid is frequentie maal golflengte. De geluidssnelheid in lucht kun je opzoeken in de Binus-tabel 15a, die is 343 meter per seconde. Dat staat hier dus 0,343 maal 10 tot de derde meter per seconde. De frequentie, hoogste frequentie geeft de kleinste golflengte en die zoeken we. En de hoogste frequentie was 120.000 kHz, oftewel 1,20 maal 10 tot de vijfde hertz is dat. En die vul je allebei in en dan hou je de golflengte over. Hier is dat gedaan. V is lambda maal f, f maal lambda, sorry. 343 is 1,200 maal 10 tot de vijfde maal de golflengte. Nou, dan moet je die 343 moet je delen door de 1,2 maal 10 tot de vijfde. Komt dan uit, nou, hier staat er 2,86 maal 10 tot de min derde meter. B dan. Dolfijnen gebruiken echolocatie in zeewater. Ze gebruiken geluiden tussen 0,20 en 150 kHz, omdat geluiden met een lagere frequentie beter worden doorgegeven, gebruiken dolfijnen deze frequenties voor het waarnemen van verre voorwerpen. Komen ze dichter bij het voorwerp, dan gebruiken ze hogere frequenties. Wanneer de neer waarom ze dan overschakelen op hogere frequenties? Als je een klein voorwerp hebt dan moet je, en je wilt dat waarnemen, dan moet je ook een kleine golflengte gebruiken, oftewel een hoge frequentie. En dat lukt allemaal best als het voorwerp dichtbij is, of het organisme. En daar hebben we het over, hè? We hebben het over voorwerpen dichtbij. Dus dat, vandaar dus dat ze bij dichtbij hoge frequenties gebruiken. Een dolfijn zendt een geluid uit en ontvangt 0,33 seconden later de echo op. Breken de afstand van het voorwerp door het dolfijn, dat doe je gewoon in S is V mal T. Dus geluidssnelheid in water kun je in de binusvinders, 1,151 maal 10 tot de derde meter per seconde, tabel 15a. Even opletten, de tijd is voor heen en terug, dus als je de afstand tot het voorwerp wil berekenen, is dat de helft, moet je ook de helft van de tijd gebruiken natuurlijk. Oftewel 0,33 gedeeld door 2 is 0,165 seconden. S is V mal T. Nou, V hebben we opgezocht. S is de helft van die 0,33, die vermenigvuldigd met elkaar. 1,15 maal 10 tot de derde maal 0,165. Nou, 2,5 maal 10 tot de tweede meter, dus 250 meter. 17. Een vliegtuig bevindt zich op een bepaalde hoogte en heeft een snelheid van 900 km per uur. De geluidssnelheid is 340 meter per seconde. In figuur 9,32 zie je uit welke richting het geluid komt op het moment dat je het vliegtuig recht boven je ziet. Dus je staat hier, het vliegtuig is daar, maar je hoort dan het geluid niet van het moment wat hij uitzendt op moment B, maar eerder, op moment A. Ja, dus dit geluid komt aan als je hem daar ziet. Hier zit een hoek tussen, alfa. Nou, die moeten we vast gaan uitrekenen. Leg aan de hand van figuur 9,32 uit dat je het geluid van het vliegtuig uit een andere richting hoort dan wanneer je het geluid ziet. Nou, het licht gaat 300.000 km per seconde, dus dat is zeg maar bijna meteen. En het geluid dat doet er langer over voordat je bij jou is. Ja. Dus als het geluid wat hier uitgezonden wordt, dat zie je, dat hoor je pas later en het vliegtuig is dan een stuk verder. Nou, B dan berekenen hoek A. Nou, dan zat je natuurlijk, die zat natuurlijk aan te komen. Eens even kijken. We weten geen een van die drie afstanden. Maar we weten wel de snelheid in deze richting. En de snelheid in deze richting. En de tijd voor die twee is hetzelfde. Dus we kunnen de snelheid in deze richting is 900 km per uur. Maak even meter per seconde van. Dat is 900 km per uur gedeeld, 3,6 is 250 meter per seconde. Dus in de regen richting een AP, de afstand is 250 meter per seconde maal de tijd. Hier staat dat. AB is 250 meter per seconde. Ja. In deze richting is de snelheid 343 meter per seconde, dus is in richting AP staat hier.
Hier staat BP. Dat is echt een fout. Het moet een AP zijn. Foutje van het boek. Want als dit AB en BP was, dan zou het tangens zijn. Ja, dus dit moet AP zijn. Dat is een foutje. Nou goed, dus de sinus is AB, dat is 250 meter per seconde maal de tijd, gedeeld door BP, nee AP dus, is 343 meter per seconde maal de tijd. Hier staat dat uitgeschreven. Zo. Nou, die tijdjes die vallen tegen elkaar weg, hè? Dus de sinus van alfa is 250 gedeeld door 340. Alfa is dan shift sinus, arc sinus, inverse sinus van deze breuk. Let op, wel even die breuk tussen haakjes zetten als je een rekenmachine doet. Komt uit 47,3 graden. Ook even opletten dat je rekenmachine in degrees staat en niet in een rad of grad of iets anders. Oké, okay, 18. Overigens, heb je last met het uitrekenen van hoeken met behulp van sinus, cosinus en tangens? Ga daarna YouTube en typ gewoon in sinus, cosinus, tangens en hoeken berekenen. En dan krijg je zijn er heel veel filmpjes waarin dat allemaal wordt uitgelegd. Als het omweert, 18. Ontstaan de lichtflits en de donder tegelijkertijd. Op een zomeravond is het 20 graden Celsius. Laila ziet een lichtflits. Ze telt daarna 6 seconden voordat ze de donder hoort. Hieruit schat ze dat het onweer ongeveer 6 kilometer weg is. Leg uit waardoor zij de flits eerder waarneemt dan de donder. Nou, de flits is met een lichtsnelheid 1000 kilometer per seconde. Die zie je bijna meteen. En de snelheid van het geluid is veel lager, dus dat duurt langer. Nou, B recht met behulp van een berekening uit of die 6 kilometer een goede schatting is. Nou, de geluidsnet gaat met constante snelheid, dus S is V maal T, afstand is snelheid maal tijd. De snelheid van geluid bij 20 graden Celsius in de lucht kun je opzoeken, terwijl 15 A van de Pina is 343 meter per seconde, de tijd is 6 seconden. Oké, okay, vermenigvuldig snelheid en tijd, dan krijg je de afstand, dus 343 maal 6 is 2058 meter, oftewel afgerond zit dat zeer goed in de richting van die die 6 kilometer, want dit is per seconde. En 3 seconden is dus. Nee, het is niet goed, er komt 2 kilometer uit. In plaats van 6. Ja, dus het is niet. Zij gaat er dus vanuit dat het 1 kilometer in 1 seconde is, maar dat is niet waar. Het is eerder 1 kilometer in 3 seconden. Dus als je dan 6 seconden hebt, dan is het inderdaad 2 kilometer. Ja. 19 dan. Twee lijstbekkers A en B staan dicht bij elkaar. In figuur 933 A en B zie je de uitwijkingstijddiagrammen van een punt Q dat tussen de lijstbekkers in ligt. De uitwijking van UAQ heeft de uitwijking van de golf afkomstig van lijstbekker A en bij uitwijking UBQ van de golf uit lijstbekker B. Oké. Okay. Je ziet dat die precies tegen elkaar in bewegen, maar je ziet ook dat de golf van A een kleinere amplitude heeft dan die golf van B. Dus als je ze bij elkaar optelt, dan cancelen ze elkaar net niet helemaal uit. Ze zijn wel precies tegengesteld, maar A is sterker dan B, dus je blijft wel een heel klein beetje over van het signaal van B. Je ziet dat de som van A en B, dat die dus eigenlijk B volgt, alleen de amplitude is kleiner. Leg uit waaruit het blijkt dat punt Q dichter bij lijstspreker zit dan lijstspreker A. Nou, ik neem aan dat de lijstsprekers even hard staan. Daar gaan we vanuit. Je ziet dat het geluid van B harder binnenkomt. Want amplitude is groter dan het geluid van A. Dat is de amplitude klein. Nou ja, als ze even hard staan afgesteld, die twee lijstsprekerboxen, dan moet B wel dichterbij staan dan A. Dat kan niet anders. In figuur 933 zie je u tegenfiek van het geluid dat in Q ontstaat door de superpositie en optellen van de beide geluidsgolven. Leg uit waarom dat het geluid erg zacht is. Nou ja, ze werken precies tegen elkaar in, dus ze doven elkaar min of meer uit. Ze zijn niet precies even sterk, dus ze doven elkaar niet helemaal uit. Het is ook duidelijk dat de twee geluidsgolven elkaar opheffen. Dan hoor je geen geluid meer. Even moet de amplitude van de beide golven even groot zijn. Je kunt dan geen geluid meer horen door Q te verplaatsen. Er zijn heel plaatsen waar Q kan liggen. Wat is het verband tussen al deze punten? Dat is, dan moet de ontvanger staan op dezelfde afstand van luidspreker A en dezelfde afstand van luidspreker B. Nou, dat is een hele lijn van punten. Als maar de afstand van A naar B even groot is dan de afstand van A naar de ontvanger even groot is van de afstand van B naar de ontvanger, dan is het goed. En er zijn een hele hoop plaatsen. En dat is niet één plaats. Precies in het midden is het natuurlijk, maar je kan, als je precies in het midden staat, loodrecht erop, bijvoorbeeld een meter uit
verder zetten, dan is afstand natuurlijk nog steeds naar beide luidsprekers hetzelfde. Dus dat is een lijn, de zogenaamde middenlootlijn tussen A en B. Nou, als je wil weten wat de middenlootlijn is tussen twee punten, kun je weer naar YouTube gaan en kun je dat allemaal weer vinden. Twindeldam Brechtje maakt een signaal van een toongeneraat op twee manieren zichtbaar op het scherm met een dubbelstraals oscilloscoop. Oké, zie je dus twee signalen, hier eentje en hier eentje. Horizontaal is weer de tijd, verticaal is weer de amplitude. Op kanaal 1 sluit zijn microfoon aan die het geluid opvangt. Dat is voorgebracht door een luidspreker. Hierbij behoort het bovenste oscillogram van de tekening, dus deze. Op kanaal 2 sluit ze rechtstreeks de toongeneraat aan. Dit signaal in het onderste diagram, oké, dat is deze. Bepaal aan de hand van 9.34 de frequentie van het geluid. Ooit de tijdsbasis is ingesteld op een halve milliseconde div. Dus dat is een halve milliseconde per hokje. En het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hokjes. Dus dat is 5 milliseconden voor het hele stuk. Oké. Daar zitten eens even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hele trillingen. Dus 6 trillingen in 5 milliseconden. Oké, dat is dan 1 trilling gedeeld door 5 milliseconden gedeeld door 6. Nou, hier gebeurt dat. 0,833 milliseconden is dat dan. Dan de frequentie is 1 gedeeld door die waarde. 1 gedeeld door 8.3 × 10 tot de min derde, vierde, sorry. En dat is 1,2 × 10 tot de derde hertz, of tot 1200 hertz. Ja, oké. Brechtje vergroot de afstand tussen de luidspreker en de microfoon. Hierdoor verschuift het bovenste oscillogram, dus deze, die verschuift. Leg uit van het bovenste oscillogram gaat en het onderste niet. Nou ja, die onderste die staat rechtstreeks aangesloten op de toongenerator en dat blijft zo, dus er verandert niks. De bovenste verandert, omdat ja... Het duurt langer voordat het geluid bij de microfoon is, dus de amplitude zal kleiner zijn. Maar de golfjes die verschuiven natuurlijk ook in de tijd. Ja. In de bovenste diagram verandert ook het amplitude. Leg uit waarom dat gebeurt, heb ik eigenlijk al gedaan. De afstand tussen de bron, geluidsbron en de microfoon die wordt groter. Dus de energie wordt over een groter bol oppervlak verdeeld. Dus zal... En minder energie aankomen bij de microfoon, dus zal ook de amplitude van de luchttrilling daar kleiner zijn. En dat zul je zien in het signaal. Oké, dat was paragraaf 4. En ja, volgt natuurlijk paragraaf 5 nog.